De westelijke zijde van het Mariaplein in Vught wordt gevormd door de gebouwen van het voormalige klooster- en bejaardentehuis Marienhof. In de jaren 30 van de 20e eeuw was er door de bevolkingsgroei in Vught behoefte aan een nieuwe parochie. In opdracht van de zusters Franciscanessen uit Oorschot werd tussen 1939 en 1941 dit pand en de bijbehorende kerk gebouwd. Het in traditionalistische stijl opgetrokken gebouw is ontworpen door de bekende architect A.J. Kropholler. In 1968 kwam de kloosterfunctie te vervallen. Huize Marienhof bleef een bejaardentehuis voor welgestelde dames. In 1973 is het gebouw gerenoveerd en gemoderniseerd. Maar tenslotte kwam ook voor het verzorgingstehuis het einde toen het niet meer aan de hedendaagse eisen kon voldoen. Ook de kerk is buiten gebruik gesteld. De Van Beuningen Stichting en Reinier van Arkel kochten het complex Marienhof en besloten huisvesting te realiseren voor jongeren met een autistische stoornis. De kapel is bewaard gebleven en fungeert als ontmoetingsruimte.